dit kan niet. Dit is een droom. Het is echt geen droom. Het is echt werkelijkheid. Ik vind het verschrikkelijk voor de ouders. We hebben de traumahelikopter naast ons zien landen en dan zie je agenten aankomen rennen die dan hun tranen ja, wegvegen. En ja, het is gewoon verschrikkelijk. Mijn moeder belde mij vanmorgen op, die vertelde mij dat. En helemaal als je zelf een kleintje hebt, snap je? Dus het was moeilijk, lastig. Ik vond ja, mensen wakker doen zien het ook aan natuurlijk. Respect tonen, dat is alles wat je kunt doen. Meer kun je niet doen, hè? Konden we maar meer doen, dan deden we het. Ja, om ze een beetje de hart onder de riem te steken en ja, dat we aan ze denken hoe verschrikkelijk dit ook allemaal is. Gelukkig. Het is fijn om te zien dat er zoveel mensen zijn, weet je wel, die naartoe komen. En, ja, ik zeg al, het is echt het is verschrikkelijk. Ik heb er geen woorden verder voor, echt.